Nee, er is net wat weggegaan, dus... Kijk, ja, je moet wel even klimmen. Dat is ook een attribuut waar je natuurlijk niet dagelijks mee ziet, hè. Zit ik op mijn buit? Nee. Hier gebeurt het, ja. Als het nu weer een beetje goed zonnig weer wordt, dan kan ik denk over een week of twee, drie hier wel beginnen. Ja. Ik vind het wel leuk, ja. Even een beetje boertje spelen. Ja, dat is het natuurlijk eigenlijk, hè. Ja. Ik kwam met een gezin van 10 kinderen. En ik had nog 4 broers. Allemaal onder mij. Ja, en er kon er eigenlijk ook maar 1 boer worden. En ik kon wel goed leren. Toen zeiden mijn ouders van ja, er zal er vast wel 1 bij zijn van die 4 die dan maar boer moet worden. Ja, het is echt een heel lekker geurtje, hoor. Dus, mooi product vind ik wel. Maar ja, het is uit tijd, hè. Het is ouderwets geworden. Hooi. Je moet het elke dag dan wel een keer schudden, heet dat. Hè? Dan ga je met zo'n werktuig erheen en ja, dan draait het een beetje rond. Dan komt het weer los van de grond. Dan droogt het sneller en beter. Ja, het is toch een soort oogst, hè. Je hoeft er niks voor te doen. Tenminste, ik niet. Ja, je hoeft alleen maar te oogsten. Nou, dat is dankbaar werk. Leuk. En meestal gaat het goed met het weer. Dus dat je een goede kwaliteit hoort binnenhaalt. Nou, ik vind het wel leuk, ja. Hoeveel kost een baal hooi? Bij mij 4 euro op het moment. Ja. Dus kijk, als iemand komt en die zegt, joh, ik neem alle 200 balen in één keer, dan doe ik wat van de prijs af. Dan zeg ik, nou joh, dan doen we 3,5 of 3 euro of zo. Dan ben ik ook in één keer klaar. En dat is wel leuk, je hoeft er niet van te leven. En nou ja, als je kan verkopen, ja goed, je haalt de onkosten er net uit. Nou ja, en als het dit jaar niet lukt, dan wordt het volgend jaar wel verkocht. Nieuw jaar, nieuwe kansen. Ja. Ja, ik heb hier altijd zin in.